Het delen van een tekening in SketchUp gaat als volgt. Ik heb hier een studiemodel met een huisje en een onderlegger. En deze tekening wil ik graag delen met een klant. Ik kan dat op een aantal manieren doen. Het eerste is gewoon een schermafbeelding maken. Dat doe je via File, Export, 2D Graphic. Hier maak je een map aan. In die map zorg je ervoor dat je de export hebt staan op een afbeelding. Eventueel zijn hier nog afbeelding opties. De grootte van je tekening, de grootte van je afbeelding kan je dan bepalen. En heb je dat gedaan, dan toets je exporteer. Je wacht even en de export is klaar. Dit is het resultaat. Een platte afbeelding die kan je los verzenden naar een klant. Het tweede wat je kan doen is een live link sturen. Daarvoor kunnen mensen meekijken met jouw tekening. Daarvoor gaan we hier rechts naar het poppetje en het plusje. Klikken we daarop, dan staat hier Save this model to Trimble Connect to share. We klikken op Save. Je maakt een nieuwe tekening aan, schaduwstudie. Je klikt op Save as en je wacht. En je wacht net zo lang totdat dit wolkje klaar is. En zodra dat klaar is, komt dit scherm in beeld. Create a shareable link. Creëer een deelbare link. Je klikt op deze schuif. Hier komt een link terecht. Je klikt op kopiëren. Je opent een webbrowser. Daar zet je de link in. En op dat moment gaat SketchUp laden. Zodra SketchUp klaar is met laden, wordt er een webvenster geopend waarin alle SketchUp functies er zijn. Tenminste het rondkijken, het pennen en het opmeten. Zelfs tags en scènes kunnen worden weergegeven. Maar de tekening is niet toegankelijk en niet aanpasbaar. Zolang de tekening open staat, is deze link beschikbaar. En als ik hier op een link klik, dan zal de tekening ook niet meer beschikbaar zijn. Als ik hem nou nog een keer op enter duw, dan zullen we hier een melding aantreffen. Deze URL is expired, oftewel vervallen. Enorm handig om te gebruiken. Veel succes met deze informatie.